Dat wilde ik ook alweer horen, joh. Architect. Bruggenbouwer. Is er nog iets van terechtgekomen? Helemaal niks. Nee? En is dat jammer? Zeker niet. Dit is wel leuker, toch? Ja, dat weet ik. Nou ja, ik wel. Ja. Nieuws. Nou, de platen hier aan de muur verraden eigenlijk al waar we zijn. Ja, het kan er natuurlijk maar één zijn. DJ Paul. Achter de alle schermen hier zo, druk aan het werk, ja. Wij zijn hier niet voor niks, ik zie hem hier al liggen. Wat is dit? Dit is mijn biografie die vandaag officieel is uitgekomen. Het is niet zo van, 14 januari 1966 werd hij geboren en toen ging hij dit en dat. Weet je, zo'n... Ben je al zo oud? Zo jong ben ik nog, ja. Want je hebt natuurlijk een hoop meegemaakt. En niet alleen maar feestjes en andere leuke dingen. Er is ook een hoop ellende geweest. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik heb zware dalen gehad. Financieel. Ook in privésfeer natuurlijk ook weer. Ja, je hebt ook echt een tonnen schuld gehad. Ja, ook dat. Dus ook... Uiteindelijk door mezelf natuurlijk. Je moet zelf altijd zorgen dat je goed in de gaten houdt wat er financieel gebeurt met je bankrekening. En ik ben niet bestolen hoor, dat niet. Maar wel verkeerde manier administratie gedaan, zeg maar. Dus, Je hebt natuurlijk heel veel fans uit die tijd. Die zijn ondertussen ook al bijna bejaard, kunnen we denk ik wel zeggen, of niet? Is dat ook de doelgroep van het boek? Nee, helemaal niet, denk ik. Want ik heb nog steeds heel veel fans, jonge fans. Nog steeds op hardcore feesten, ook op 90's feesten staat jong publiek. Die vinden het ook tof. En heel veel jonge kids die nog steeds met muziek zijn opgegroeid. Dus het is een redelijk dik boek. Maar grote letters, hè? Valt eigenlijk wel mee. Nee, er staat best veel, er staat veel in. En uiteindelijk denk je van... Zien we nu de echte Paul, zien wij nu hier. Ja. Ik heb een interview gehad met mensen en... Die hebben het boek gelezen en die vonden het echt gewoon een openhartig boek. En die waren ook geschrokken van bepaalde dingen die erin voorkwamen. Als je helemaal teruggaat naar het begin van het boek, toen jij werd geboren... en een klein jochie was, had je zeg maar dit als ambitie om zo'n grote DJ te worden? Nou, toen ik jong was, was de DJ was niemand. Een DJ was iemand die draaide in een discotheek of op de radio. Je had helemaal geen status. Dus ja, toen ik jong was... wilde je niet een grote DJ worden, want die bestonden het niet. Nee. Snap je? Dus dat is een hele andere tijd. Nee, in die tijd wilde ik... Wat wilde ik ook alweer worden, joh? Architect. Bruggenbouwer. Is er nog iets van terechtgekomen? Helemaal niks. Nee? Is dat jammer? Zeker niet. Dit is wel leuker, toch? Ja, dat weet ik. Nou ja, ik wel. En dat boek komt nu uit. Is het ook een beetje een appeltje voor het dorst, voor het pensioen? Nee. Dan moet je heel veel voor verkopen. Wie weet, maar dit heb ik echt bewust gedaan. Ik wilde graag wat iets achterlaten, boekwerk. En mensen inspireren, mensen leren. En ook laten zien hoe de keerzijde van de medaille ook. Weet je wel, het is niet dat ze mij ook beter begrijpen. Voor de echte fans die nu aan het meekijken zijn, kunnen we nog nieuwe muziek verwachten? Voor het nieuwe jaar komen er echt heel veel dingen aan. Ik heb sowieso heel veel toffe samenwerkingen op stapel. Half dingen die af zijn, maar die komen volgend jaar gewoon weer knallen. Nou, dat was weer een top video, al zeg ik het zelf. En wil je nou op de hoogte blijven, vergeet dan vooral niet te abonneren. Iets hoger. Meer video's te checken. Daar. Ja. En via de link in de beschrijving kan je onze TikTok en Instagram kanalen vinden. Leuk. Nee, daar.